Geachte professor Wagenaar, beste Jaap. Het is voor mij een bijzondere eer om u in naam van onze universiteit en in naam van de faculteit Diergeneeskunde vandaag te mogen huldigen als eredokter. Onze faculteit heeft u voorgedragen op basis van uw zeer grote wetenschappelijke verdiensten in de wereld van de diergeneeskundige microbiologie. En in het bijzonder in die microbiologie die zich bevindt op het snijpunt tussen mens en dier. Een uiterst relevant en boeiend onderzoeksterrein waarin u als onderzoeker reeds uitblonk, lang voor het One Health-thema een hype werd. Uw expertise met betrekking tot de studie en bestrijding van Campylobacter en andere twisted bacteriën, maar zeker ook uw onderzoek met betrekking tot het gebruik van antibiotica en de selectie voor antimicrobiële resistentie, wordt wereldwijd erkend. Op verschillende van deze thema's bestaat er eveneens reeds voor vele jaren een succesvolle samenwerking met onze faculteit. Het is ook in de wereld van antibioticumgebruik en resistentie dat onze paden zich voor het eerst kruisten. En zoals het vaak gaat, in het begin kende ik jou vooral van het lezen van je publicaties. Maar al snel leerden we elkaar ook persoonlijk kennen. En in die persoonlijke contacten heb ik jouw geïnteresseerde, enthousiaste en stimulerende stijl steeds heel erg weten te waarderen. Het is ditzelfde enthousiasme en zin om uw kennis te delen die je in tal van nationale en internationale organisaties bracht. Je rol als drijvende kracht van de Nederlandse Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit, samen met wijlen collega Dick Mevius, heeft van Nederland een gidsland gemaakt als het gaat over een verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. Maar ook ver daarbuiten ben je heel actief in organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Werelddiergezondheidsorganisatie en de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Ook je inzet voor het verbeteren van de diergeneeskundige praktijken en verminderen van het antibioticumgebruik in landen met een laag en middeninkomen, in het bijzonder in Azië, zijn van groot belang. Uw coördinatorschap van het grote Europese onderzoeksproject EFFORT, waarin we samen met vele andere collega's toch wel baanbrekend onderzoek hebben gedaan met betrekking tot antibioticumgebruik en resistentie, was voor mij een grote inspiratie. Hoe je erin slaagde om zoveel grote namen bij elkaar te brengen en schijnbaar moeiteloos te doen samenwerken, illustreert uw warme en motiverende persoonlijkheid. Beste Jaap, het is met heel veel genoegen dat ik u vandaag hier huldig. Mogen dit eredoctoraat een verdere stimulus zijn om nog heel veel mooi en relevant onderzoek uit te voeren en blijvend je enthousiasme en kennis ten dienste te stellen om van deze wereld een betere plek te maken voor zowel mens als dier.